Hallo, welkom bij een nieuw filmpje van Sylvia Crea en zo. Vandaag gaan we met een kaartkit aan de slag. En wel de voor de Guys Card Kit. Het is een Engelstalige stempelkit waarmee je kaarten kan maken voor mannen. En aangezien het bijna Vaderdag is, dacht ik, nou, dit is een mooi moment om met deze kit aan de slag te gaan. Zoals je ziet, het plastic zit er nog omheen. Alles zou in de kit moeten zitten wat je nodig hebt om de kaart te maken. Dus ik heb alleen even een schaar gepakt voor het openen van de doos. Om het plastic eraf te kunnen halen. Deze kit bevat materiaal voor, ik dacht, 9 kaarten. En hij kost 23 euro. Dus ook echt een superleuk prijsje. Zo, het plastic eraf. En dan gaan we hem nu even, ga ik hem openmaken. Ik heb hem dus nog niet gezien. Wel op een plaatje natuurlijk met wat erin zit. Maar nog niet in het echt. Om te beginnen de stempelset. Ik weet niet of het zo voor jullie te zien is. Misschien zo op het papier beter. In ieder geval, er staan allerlei teksten op. Happy to you, Father's Day, birthday, anniversary, thank you, dad. En dan ook nog, dit zijn mooie sierletters. En dit zijn gewoon getypte letters. Ook dad en brother, uncle, grandpa, friend. For all you do, I love you. Grandson, son, nephew. Dus het is een veelzijdig en nog een, nou ja, een leuke extra stempeltje om je kaart mee aan te kleden. Het is nou, allemaal leuke bruikbare teksten die je zeker ook nog vaker kan gebruiken behalve Vaderdag. Er zit een stampingspot in de kleur Mossy Meadow. Zoals ik al eerder zei, deze stampingspots die bewaar ik eigenlijk altijd voor klanten die een grote bestelling doen. Een demonstratrice die bij mij een tijdje demo is. Die krijgt ook nog wel eens van die stampingspots. Om uit te proberen. Dus ik pak er zo meteen voor deze. Voor dit samplen pak ik even mijn grote stempel inktpad bij. Ik wilde zeggen stempelset, maar dat niet. Het doosje zet ik heel even opzij. En dan maak ik nog even de verpakking open waar de rest in zit. Nou, dit zijn echt all-inclusive kits. Want ik zie, er zit zelfs een... gauw dat gekraak weg. Er zit zelfs een acrylblok in om je stempels op te doen. Een groot vel met dimensionals. Dit zijn kleine kaartjes, die zullen we vast ergens op moeten verwerken. Mooie groene enveloppen. Dit zijn er 2, 4, 5. Even deze vier handen onderleggen. Dan nog enveloppen. Dat zijn er ook 5. Dus we hebben al 10 enveloppen. Dit zijn allemaal die-cuts, zo te zien, van Bergen. En dit zijn ook 5 velletjes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 labels met een zilver randje. En 5, ja, soort schilden, zeg maar. Ook labels, maar in de vorm van een schild. In een mooie bruinige tint met, ik zal zo even kijken welke kleur het is, want het staat vast in het foldertje. Met een zilver randje. Nou, zo te zien zijn het 2 verschillende kaarten die je ermee maakt. En zitten er dus 10 spullen in om 10 kaarten te maken. Kaartbasis in een lichte kleur. En even kijken. Oh, dit zijn dezelfde. Het zijn gewoon 10 kaartbasissen in dezelfde kleur volgens mij. Met aan de buitenkant een zachte kleur en aan de binnenkant zijn ze wit. Dan hebben we hier nog een dingen met labels. Ook weer met dat zilveren randje eromheen. Hier nog wat die-cuts.
Lekker wat bomen. Dan heb ik hier ook nog een velletje met glue dots om alles vast te kunnen zetten. Nou ja, vorige keer heb ik al gezegd, chipboard. Dus om alles netjes recht te houden en bij elkaar niet weggooien. Altijd handig om te gebruiken als je een mini-album wil maken of een doosje met een verstevigde bodem erin. En dan hebben we hier, ik zal dit even opzij leggen, de folder. Dan leg ik deze spullen even terug in het doosje. Dan hebben we weer een schoon werkvuil. En dan zijn dit de twee kaarten die we gaan maken. Ik zal ze een beetje dichterbij houden. Kijken of dat die dan op scherp wil stellen. Zo. Twee verschillende. Deze zijn echt in Vadersdag thema. Maar je kan natuurlijk ook een ander stempeltje doen. Hier hebben ze de Happy Father's Day van gemaakt. Met bomen. En nou ja, de bergen achterin. En dit is een bedankkaart. Thank you for all you do. Dus wat ik ga doen. Ik ga in ieder geval twee kaarten maken. Volgens het voorbeeld. En dan zal ik daarna nog twee kaarten maken. En dan met een andere tekst. En nou ja, misschien nog wat extra spulletjes erbij. Maar dat bekijken we straks even met elkaar. Dan vouwen we hem open. Dan heb je hier de instructies. Voor nou ja, de verschillende kaarten. Hoe je hem op moet bouwen. Wat de stappen zijn. Wat je nodig hebt voor kaart 1. En wat je nodig hebt voor kaart 2. En dan hieronder staan de stappen voor kaart 1 en de stappen voor kaart 2. Dus dat is allemaal heel erg duidelijk. Dus die gaan we straks zeker volgen. Wil je zien welke kits er allemaal nog meer zijn? Want er zijn op dit moment 10 verschillende kits. Het is wel zo dat ze er zijn zolang de voorraad strekt. Dus op het moment dat er een kit uitverkocht is, komt die ook niet meer terug. Dus zie je nou een kit voorbij komen ergens die je ontzettend leuk vindt, wacht dan niet te lang met bestellen. Want dan heb je kans dat die kit gewoon uitverkocht is. En de kits zijn ook bij mij te bestellen. Je kan ze zien op stampingup.com. En de kits met een stempel zijn in ieder geval €23. En ik meen dat de kits zonder stempels €16 zijn, even uit mijn hoofd. Ik zal het even hier in beeld verschijnen. Dan zoek ik dat nog even voor jullie op wat de exacte prijzen zijn. Ook voor de kits zonder stempelset erin. Dus die hoef je alleen maar te plakken. En dus wil je nou, het helemaal simpel doen. Ben je nog niet zo ja, handig met stempelen, dan hebben ze ook ontzettend leuke kits daarvoor. En kan je toch onwijs leuke kaarten maken. Dit is wat er allemaal in zit. En meestal stond er ook, er staat hier inderdaad op welke kleuren erin zitten. Er zit crumbcake in, grey granite, mint macaron, mossy meadow, Sahara sand en soft seafoam. Die inktkleuren ga ik er even bij pakken. Maar dat is voor straks voor de extra kaarten die ik ermee ga maken. Dus een kaart net even anders dan, zeg maar, dan het voorbeeld. Met Paper Pumpkin staan er aan de achterkant ook nog eens wat extra voorbeelden. Die staan hier niet mee. Maar laat gewoon je eigen fantasie ja, de vrije loop. En zet het in elkaar zoals je wil. Dus waar ik mee ga beginnen is alles uit alle die-cuts losmaken. En vervolgens alles op stapeltjes bij elkaar leggen wat bij welke kaart hoort. Zodat het heel makkelijk is om te stempelen en in elkaar te zetten. Dus daar gaan we nu eerst mee beginnen.
Oké, nou alles ligt klaar voor het eerste kaartje. En dat is kaart nummer 1. Daar hebben we nodig een basiskaart, de envelop, het kleine kaartje met de, de ruitjes en het houtstructuur, een wit labeltje en het schild. En in het voorbeeld, en de dimensionals en de glue dots, maar die heb ik hier liggen. Je hebt nodig de glue dots en de dimensionals. Je hebt stempelblok nodig. Die ligt hier ook. Ik gebruik even de grote inktpad in plaats van de stampingspot. En dit zijn de drie stempeltjes die je nodig hebt. Deze, de thank you in de mooie sierletters. En dan for all you do. Deze. Dus die laat ik hier in de buurt liggen. En laten we dan gauw gaan beginnen. Ik heb hiernaast me ook nog eventjes iets klaargezet om de stempel schoon te maken. Dus dan gaan we door naar de volgende stap. En voor kaart 1, dan vouwen we deze even om. En dan volgen we alle stappen. Nou, we beginnen met 4 glue dotjes op het kleine kaartje. En die plakken we dan op het midden van de basiskaart. Dus dan gaan we daar even mee beginnen. Dan vouwen we de basiskaart even door midden. Zo. Dan draaien we deze even om. Dan doen we daar de 4 glue dots onder. De doekjes. Je kan daar natuurlijk ook de Tombow voor gebruiken. Hè? Maar ze stoppen de glue dots erin. Zodat je alles... hebt, zodat alles in één zit. Je kan in principe, en dat wil ik je ook laten zien, de kaarten gewoon in elkaar zetten met de producten die je in de kit vindt. Zo. Nou, daar was hij al af. En dan plakken we hem met de houtstructuur naar boven in het midden van de kaart. Even op het oog. Een beetje aan de kant dezelfde ruimte hebben. Zo. Dan is, dat is stap 1. Stap 2 is om... thank you te stempelen op het bannertje. En dan de for all you do te stempelen. Met het, ja, het leuke versiersel, het lijkt wel zonnestralen, op het schild. Dus dat is dan het volgende wat we gaan doen. Leggen we deze even opzij. Nemen we de stempels erbij. Even het beschermlaagje eraf. Even kijken. En dan de... thank you, dat is deze. Even op mijn gridpapiertje, dat die wel een beetje recht ligt. Hop, ik zal hem even omdraaien, anders dan stempelen we de verkeerde kant. Nou, hij zit er niet heel recht op. Doe maar even zo. Zo. Haal ik altijd even mijn vingers over de stempel heen. Want er zit altijd een beetje een, door het produceren een beetje een plaklaagje op. Je kan hem ook even schoonmaken op je stampingscrub. Echt scheef. Nou. Hij zit niet echt heel recht op mijn blok, maar hij verschuift iedere keer.
Maar zo moet het lukken. Let wel op, want je ziet het al. Ik heb alweer een beetje inkt op mijn stempelblok. Normaal gesproken neem je natuurlijk een stempelblok wat de grootte heeft ongeveer, wat misschien net iets groter is dan je stempel. Zodat je dit dus voorkomt. Maar nu is het zo'n smal labeltje, dat moet goed komen. Dus als ik nu te veel wiebel, dan komt het op mijn gridpapier en niet op mijn lepeltje. Maar dat is wel iets om even erg in te hebben. Nou, die is gelukt. Gelijk even mijn stempel schoon. Ja. Thank you. Dan kan die weer terug. Dan hebben we For All You Do. Die plak ik even hier in het hoekje. Dan zit straks niet helemaal stempelblok onder. Even wingers overheen. Zo. Even een afdrukje maken. Ja, die stempelt ook goed. Nou, en ik heb hier een stapel van dat gridpapier, dus dat is al een soort van kussentje. Maar je kan er natuurlijk je stempelkussentje onder leggen, want het is een fotopolymeer stempel. Dus daarmee krijg je altijd een wat mooiere afdruk. Maar ik heb nu al een stapel van van dat gridpapier eronder, dus dat werkt als een soort kussentje. Deze ook weer schoon. En dan. En die zit hierboven. Zo. Nou, dan is dit stempelen bij deze kaart gedaan. En je zou haast zeggen, een kind kan de was doen. Stempeltje terug. Stempelblok opzij. En even inktpad dicht. Zo. Dan hebben we deze tweede stap gehad. Dan gaan we stap 3 doen. En dat is het vouwen van het bannertje. En de rillijnen zitten er al in, zeg maar. Dan moet ik even kijken hoe die... Ik denk of het zilver, maar dat is een beetje lastig te zien. Maar hij vouwt wel. En dan zit hieronder nog een extra scorelijn. En die kan je dan weer de andere kant opvouwen. Waardoor die wat verhoging krijgt. Zo. En dan heb je dus een labeltje waar gewoon wat... die gewoon niet helemaal plat op je kaart geplakt wordt. En dan kunnen we hier weer zien waar we de dimensionals moeten plakken. Dus dat gaan we dan ook doen. Deze omdraaien en die omdraaien. Dan zitten er hier één in de hoek en aan deze kant. Hier één in het midden. En dan nog twee op het labeltje. Aan de zijkanten. Zo. Dan hebben we die allemaal gedaan. En dan is het een kwestie van het schild en het labeltje op je kaart plakken. En dan is je kaart alweer klaar. Even de
achterkanten eraf halen. En zo makkelijk kan het zijn. Deze in het midden, want dan moet natuurlijk het... Oh, even omdraaien. Deze overheen. Die wil je natuurlijk een beetje in het midden hebben. Ik ga hem eerst even... Ja, ik denk deze iets meer naar de zijkant moeten. Want dan passen ze natuurlijk net naast het schild. Nou, niet helemaal, maar... Zo, schild vastgeplakt aan mijn... Schild wel een beetje netjes plakken. Zo. Zo. En het eerste kaartje is klaar. Ik zou hier nog een glue dotje even onder doen. Dus dat ga ik nu bij deze ook even doen. Zodat dat zijkantje niet omhoog blijft staan. Zo. Dat maakt het net even wat meer af. Daarna blijven die bloedertjes overal aan plakken. Nou. Het achterkantje wilde bij deze niet af. Dan pak ik daar even mijn schaar voor. En zo heb je toch heel snel een leuke mannelijke bedankkaart. Die laat ik hier op het hoekje liggen. En ze hebben hier niks met de envelop gedaan. Dus dat doe ik bij deze ook niet. Bij de volgende ga ik zeker ook de envelop. Bij het tweede kaartje hiervan ga ik zeker ook de envelop versieren. Dan gaan we door met kaart nummer 2. Die hebben we hier. En dan zien we dat we op alle vier rechthoekige delen glue dotjes moeten doen. Dus hierop de verschillende bergjes en op het bos, de bovenpartij. Zo, overal zitten nu de glue dotjes op. En dan gaan we die al die strookjes op de kaart plakken. Beginnend met de lichtgrijze, dan de donkergrijze, dan het stukje groen. En dan de rij met bomen. Dus hier hebben we de kaart, die vouwen we even dubbel. Zo. Dan pakken we om te beginnen de lichtgrijze. Toch even mijn schaar bij om de achterkantjes eraf te halen. Het gaat net even iets makkelijker. Zo. En ik neem aan dat ik deze... Je kan alles
Zo. Ja, je kan alles gewoon onderaan de kaart uitlijnen. Ik dacht, ik moet even kijken of ik genoeg ruimte heb. En het is net zo breed als je kaart. Dus je weet heel goed. Nou ja, ik kan makkelijk zien hoe je hem moet, plakken. Achterkantjes eraf halen is misschien nog wel het meeste werk. Maar dit is ook leuk. Je doet hier ook weer inspiratie op. Mocht je nog eens een keer een kaart willen maken. Want dit kan je natuurlijk ook gewoon met kartongen wat je zelf hebt. En het een beetje in, om even scheuren. En dat geeft ook altijd een ontzettend leuk effect. Dus als je onthoudt met welke kleurtjes het is gemaakt, bewaar gewoon je folder. Dan kan je het nog eens een keertje namaken. Met kartstok wat je zelf in de vorm van een boom. Of tenminste in bergen doet. Even die paar kleine stukjes eraf. Maak het net even wat gladder. Goed uitlijnen. En zo. En de laatste is de bomenpartij. En doordat er allemaal lage kartstok op elkaar zijn, geeft dat al heel veel diepte in de kaart. Want aan de onderkant is de kaart natuurlijk nu veel dikker dan aan de bovenkant. En al die laagjes op elkaar geeft al een leuk effect. En zo. Dat is die stap. Oh, we hadden al... dat is deze stap. Dan gaan we naar stap 2, dat is het stempelen. Hier hebben ze... Anniversary gebruikt en dan happy and to you, dus happy anniversary to you. Dus dat ga ik nu ook zo stempelen. Mijn stempeltjes erbij. Anniversary, even aan deze kant kijken, net iets makkelijker lezen. En de massie. Meadow Inkpad er weer bij. Mijn blok. Hier liggen. Nou, ondanks dat het een all-in-one kit is, begint mijn bureau alweer aardig rommelig te worden. Midden stempelen. Ik hoop niet dat er te veel van mijn hoofd in beeld is. Ik wil het graag even van bovenaf kijken. Nou, die is gedaan. Stempeltje gelijk schoonmaken. En dan happy to you. En dat zijn de getypte letters. Kijk, dat zijn deze. Happy. Is helemaal een beetje krom zat hij op mijn gebogen op mijn inkblok. Nou, is die wel recht. Even mijn lepeltje een beetje recht neerleggen. Dit.
Deze aan de bovenkant. En een beetje in het midden. En zo. En dan hebben we hier de To You. Die geeft een mooie afdruk. En die stempelen hier aan de onderkant. Nou, dan hebben we stap 2 ook gehad. Dan gaan we stap 3 weer doen. Dat is het bannertje vouwen. En bij stap 4 doen we er gelijk achteraan de dimensionals er weer op. Dus dat ga ik even doen. Dat dicht doen voordat ik er zo met mijn arm in hang. Een beetje groen op mijn labeltje. Ik denk dat daar het andere bannertje nog wel een beetje overheen valt. Zo. En zo is ook het tweede kaartje klaar. Zoals je ziet zijn ze niet moeilijk om in elkaar te zetten. En is het ook voor de beginnende stempelaar goed te doen. Oh. Ik ga toch hier ook de hoekjes even vastzetten nog met een glue dot. Want ze springen toch omhoog. En toen zag ik dat mijn camera er halverwege ergens mee gestopt was. Dit is in ieder geval het eindresultaat van de tweede kaart. Ik weet niet precies hoeveel jullie ervan mee hebben gekregen. Maar dat zal ik in de... Nou ja, bij de montage zie ik dat. We gaan hem zo in ieder geval nog een keer maken. Dus dan zal ik in ieder geval extra op letten dat jullie helemaal de opbouw zien. Maar dit is in ieder geval het resultaat van het tweede kaartje. Volgens mij hebben jullie het meeste wel meegekregen. Maar zo ziet hij eruit. En dan ga ik jullie nu meenemen om de kaartjes nog wat verder aan te kleden. Te beginnen met dit kaartje. Ik krijg alles weer even een beetje opzij. We nemen er weer een klein kaartje bij. Een basiskaart. Een wit labeltje en het schild. En natuurlijk ook een envelop. En wat ik met dit kaartje wil doen, is dat ik het in ieder geval even nog een beetje met onze stamping brushes, die hebben we nu sinds deze jaarcatalogus in, verkopen we die echt hele fijne zachte borsteltjes. Dan ga ik met de kleur Crumb Cake, ga ik in ieder geval een klein beetje de rand wat aanzetten. Dus ik dep gewoon wat in de inkt. Ik demp het een beetje af en ik ga van buiten naar binnen
En daarmee geef je het een beetje een distress look. Nou zie ik dat mijn inkpad wel een beetje weer opnieuw gereed moet worden. Dus het zal even iets meer werk zijn om er wat kleur op te krijgen. Maar zo maak ik het papier, geeft gewoon net even een wat oudere look. Langzaam maar zeker komt er toch wat meer kleur op het papier. En wat je ook kan doen, daar heb ik nu helemaal niet aan gedacht, maar dat kan ik alsnog wel even doen. Dan ga ik er nog een keertje met de brushes overheen. Is dat je met je schaar even zo langs de kanten gaat om het nog even wat ouder te maken. Om het echt een beetje een distressed look te geven. En op de plekken waar je het, en daarmee verkreukel je ook een beetje in het papier. En dat is helemaal niet erg. Dat draagt ook een beetje bij aan de look, zeg maar, aan het ouder maken. En daar waar je een beetje dat gedistress hebt, neemt het ook wat beter de inkt nog op. Dus dan krijg je een iets donkerder randje. Ook speciale distress tooltjes voor die je lang en langs je papier kan halen, maar zo zie je dat het ook gewoon met je schaar kan. En wat ik dan eigenlijk wilde doen, want dit is de kleur Soft Seafoam en ik wilde wel weer een bedankkaartje van maken, is dat ik met Soft Seafoam over de hele achtergrond thank you ga stempelen in de met dezelfde kleur inkt als de kaart. Even kijken. Thank you. Zo. En wat ik dan wel doe is hem even afstempelen. En dan op de achtergrond om het net even heel subtiel te zetten en het hoeft niet. Zo, nou, deze even schoonmaken en hij kan wel op mijn blok blijven zitten, want ik heb hem zo nog nodig. Dan kunnen we deze erop plakken. Dat doen we weer met de glue dots. Een beetje bij de zijkanten vandaan. De zijkantjes mogen best wel een beetje omhoog staan bij dit onderste kaartje. Achterkantjes er weer af. Zo,
Gaan we deze een beetje schuin erop plakken. Voor een net iets ander effect. Dan nemen we de banner. En dan doen we die wel in Mossy Meadow stempelen. Of we kunnen ook mint. Ja, dan maken we Mossy Meadow voor op het bruine label. En dan doen we de mint macaron voor de thank you. Dan beginnen we daar even mee. Want thank you zit al op mijn stempelblok. En dan is het deze. In het Mossy Meadow. Hierboven. En dan de For All You Do. Even kijken. Deze hier. Zo. Inkt weer weg. En dan plakken we hier weer even dimensionals op. Nou, even kijken. Moet hij het ook een beetje schuin op natuurlijk. Dimensionals op. En dan doe ik gelijk even op de zijkantjes een gloedertje. Achterkantje wil niet. Ik wilde net nog niet van mijn schaar. En nu wil het achterkantje er niet af. Nou. Kijk. Heeft toch al gelijk een hele andere uitstraling. Zo is zoals die gewoon met de basis en zo met wat extra inkt een ander kleurtje. Even de achterkant ook bestempeld. En het geeft gelijk weer een heel ander gezicht. Dan ga ik ook de andere kaart nog even. Oh ja, ik zou ook de envelop nog even stempelen. Daar zou ik inderdaad dan deze voor doen.
in ieder geval. En dit is denk ik in Sahara Sands. En even op de flap in het midden. Alsof net even een wat ander gezicht. Zo. Net even de envelop ook een klein beetje aangekleed. En dan zijn de eerste extra kaart is alweer klaar. Dan ga ik ook van deze kaart jullie nog even een, laten zien hoe je hem een beetje extra kan aankleden. En ook daarbij zal ik inderdaad de verschillende lagen een beetje sponsen. Dus laten we daar gauw mee aan de slag gaan. Zo. Even de inktpad. In ieder geval deze van de Sahara Sands. Nog even dicht. Dan pakken we er een groene envelop bij. Want deze ligt hier achter. Een groene envelop. Deze. En die. 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 En. Die. En dan deze. En een kaartje. Zo. Want een klein beetje opzij. Het bennetje en het, die kunnen we even opzij. Daar hoeft nog even niks mee. Dan beginnen we even met de grijze. Wat is dan deze? En dan zal dit de, denk ik, Sahara Sands zijn. Dus die kunnen we wel met dezelfde als de crumb cake doen. Even de randjes een beetje beïnkten. Ze net even wat meer diepte krijgen. En dat hoeft eigenlijk alleen een beetje aan de bovenkant. Want van de zijkant zie je niet veel. Je kan een klein stukje van de zijkant meenemen. Ik hoop dat ik nog in beeld zat. En je hoeft helemaal niet hard te duwen op de brusjes. Ik vind het alleen wel fijn om ze zeg maar zo beet te houden. Omdat ik dan gewoon iets meer controle heb. Maar ik duw er niet hard op. Ik ga gewoon rustig over het papier. En als ik denk van nou, hè, hier kan ik nog wel een beetje kleur gebruiken. Dan breng ik daar gewoon nog een beetje kleur aan. Je kan altijd kleur toevoegen. Kleur eraf halen. Dat gaat niet meer. Zo. Dan heeft de eerste laag al wat extra kleur gekregen. Dan pakken we Grey Granite. Daar pakken we ook even een, daar pak ik even een andere brush voor. En je hoeft ze niet, je hoeft niet voor iedere kleur een andere brush aan te schaffen. Je kan ze gewoon uitwassen onder de kraan. En dan zijn ze gewoon weer schoon. Je kan ze ook gewoon zo afvegen. En dan komt er haast geen inkt meer uit. Begin dan, als je dat doet, begin met de lichtste kleur. En ga dan naar donker. Dat ga ik straks bij die groenige ook doen. En dan komt dat helemaal goed. En dan kan je gewoon met één brush meerdere kleuren aanbrengen. Zolang je maar met de lichtste begint. En dan komt dat helemaal goed. Zo.
Dan neem ik nu voor de groene, dat is Mossy Meadow en Mint Macaron. Dan begin ik met de Mint Macaron. Zo. Dat is de lichtste kleur. En ik wil gewoon inderdaad vooral aan de rand gewoon een wat donkerdere kleur hebben. Zodat je nog wat meer schakeringen hebt in je, ja, in de scène, zeg maar. In de verschillende kleuren cardstock. Zo. Dan wrijf ik hem even af over het papier. Tot er niks meer afkomt. En dan ga ik ermee naar de Mossy Meadow. En dan ga ik ook mijn bomen... Mijn boom moet heel voorzichtig wat kleur geven, omdat daar doe ik echt heel voorzichtig mee. Want die boomtoppen zijn natuurlijk heel dunnetjes en ik zou het zonde vinden als die zeg maar stuk zouden gaan of helemaal verkreukt zouden zijn in dit geval. Dus die maak ik echt nog even wat donkerder. Hier neem ik wel de hele zijkant mee, omdat het natuurlijk de bovenste laag is. Zo, dan neem ik ook de zijkanten mee. Nou, je krijgt er wel, zoals je ziet, vieze vingers van. Maar dat heb ik normaal al met stempelen. Laat staan als ik met inkblending... bezig ben. Dus ik moet zo even heel voorzichtig zijn als ik de witte dingen ga doen. Het witte label gaat stempelen. Zo. Nou, dan ga ik weer overal even daarmee doodles opplakken. Het label erop doen. Je kan ook eventueel gewoon zo op de kaart stempelen. Ik moet zeggen dat ik het met het label erg leuk vind. Ik ga er nu even Father's Day van maken. En dan doe ik dat inderdaad wel op het... Past dat op het label? Dat past precies. Dus dat ga ik wel weer in de donkergroene Mossy Meadow stempelen. Dan pakken we nog even de Happy erbij. En dan doen we die in Mint Macaron op het witte label.
gewoon helemaal netjes in het midden. Maar met liefde gemaakt. Even kijken, want dan heb ik nu Happy Father's Day. En dan is die misschien wel leuk om die hieronder te doen. Inkpet even weg. Je zou natuurlijk, ik heb hem even niet zo snel bij de hand, maar nog een leuk klein stempeltje met wolkjes of met ja, wat kan je er nog meer mee doen? Wat vogeltjes in de lucht stempelen om de achtergrond nog net even wat meer aan te kleden. Die stempeltjes heb ik nu even niet bij de hand. Ik heb het nu alleen even gehouden op wat extra kleurtjes inkt. En ik denk dat dat al een leuk effect geeft op het geheel. Label erbij. Loop met een platte kantje tegen de zijkant aan. En dan doen we ook nog twee gloedotjes gelijk even onder de vlaggatjes. Onder de uiteinden van de banner. Zo. Zodat we die ook gelijk goed vast kunnen plakken. Je kan natuurlijk ook een lintje nog onder doen. Nou ja, 1001 mogelijkheden. Nou, happy had ik wel iets rechter mogen stempelen. Goed. We zullen het er maar op houden. Dat het aan het einde van het filmpje is. Zo. Dit even opzij. Dan pak ik even het origineel erbij. Ja, deze nog even. En ook hier. Hier nog wat leuke. En die doen we dan nu met het macaron. Op de... Zo. Daar kan je natuurlijk nog een ander leuk... opstempelen. Zo. Nou, dit is de kaart waarbij ik ook gebruik heb gemaakt van het sponsen. Dit is de kaart zonder sponsen. En hier heb ik wat andere klutsen gebruikt om te stempelen. Ik moet zeggen, ik vind ze allebei ontzettend leuk. Dit geeft net even wat meer, ja, wat meer, nog meer diepte in de kaart. Wat wel iets net moet stempelen. Dat is bij de andere kaart weer wat beter gelukt. En dit zijn de andere twee kaartjes die ik net voor jullie heb gemaakt. Laat me gerust hieronder weten wat jouw favoriete kaart is. Ik vind ze alle, nou ja, alle vier ontzettend leuk. En ik heb ze met liefde voor jullie gemaakt. Ik ga ze ook zeker dit jaar met Vaderdag versturen naar mijn vader en naar mijn schoonvader. En de thank you kaarten die bewaar ik. Die komen altijd nog wel een keer van pas. De volgende keer ga ik weer zelf een kaart voor jullie maken. Maar ik heb nog twee kits liggen die zeker heel snel... langs zullen komen in de filmpjes. Vind je het een leuke set en wil je hem hebben? Neem dan gerust contact met me op. Ik verzorg met heel veel liefde je bestelling. En dan zorg ik dat hij zo snel mogelijk bij je thuis bezorgd wordt.
Vond je dit een leuk filmpje? Geef het dan een duimpje omhoog. Wil je niks meer missen van mijn filmpjes? Abonneer je dan op de knop hieronder en druk op het belletje. Dan krijg je een berichtje zodra er weer een nieuw filmpje online staat. Ik ga snel mijn bureau hier weer opruimen. Mijn handen wassen, want ik moet morgen ook weer op kantoor aan het werk. Dus ik heb nog even wat te poetsen. Ik ga er gauw vandoor en ik zie jullie bij het volgende filmpje. Tot ziens!